Eigenlijk zijn we een soort van makelaar. Wat wij willen doen is vervolgde christenen verbinden met christenen in Nederland. En daarbij kunnen wij best wegvallen. Wij vinden de verbondenheid tussen christenen die te maken hebben met moeilijkheden en de kerk in Nederland heel belangrijk. Daarom geven we die verhalen door en we zien ook dat het werkt. We zien dat tijdens die avonden, tijdens de spreekbeurten, één kerk ontstaat. En dat is super mooi om te zien.